Effectieve maatregelen nodig tegen klimaatsverandering. De wereld moet effectieve maatregelen treffen tegen klimaatsverandering, uitputting van hulpbronnen en verlies van biodiversiteit. Het is van belang dat de high forest cover, low deforestation, landen bij elkaar komen om de huidige situatie te bespreken, mechanismen ontwikkelen om de bossen te beschermen en waar mogelijk die uit te breiden, terwijl de landen ook worden ontwikkeld. Dit zei DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons bij de eerste dag van de klimaatconferentie die tot 15 februari duurt. Volgens de DNA-voorzitter kan het voorgaande gerealiseerd worden door duurzaam beheer van het regenwoud voor ontwikkeling. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.